Klaas Vlamer, allereerst gefeliciteerd. Hoe was het om weer een beetje dicht bij huis te spelen? Ja, heerlijk. Je speelt lekker thuis, vlak bij huis, dus dat is altijd leuk. En veel mensen zijn gekomen die ik ken, dus dat is ook hartstikke leuk. En goed dat zij mij ook steunen in zulke wedstrijdjes. Want waar heb je precies in de jeugd gespeeld? Meerburg in Zoeterwoude. Dus ook dicht bij mij, maar dit is ook kort rijden. Dus je was vroeger vaak denk ik in de Bolstreek actief, denk ik, spelen in de jeugd? Ja, zeker. En ik speelde ook met Rodi van den Putten, ken ik al vanuit de jeugd. Dus daar trap ik ook nog wel eens een balletje mee, dus dat is ook leuk. Dus ja, ik ben hier ook vaak gezet geweest. Dus je hebt met hem in de A1, A2 gespeeld? Ik heb met hem in de A2 gespeeld. Tenminste, ik zat in de A1 en hij A2. En dan trainde je samen of dan speelde je ook wel samen wedstrijdjes. Hoe vond je het vandaag gaan? Ja, ik ben tevreden over het eindresultaat. In de eerste helft hadden we kansen zat om nog meer goals te maken eigenlijk. Maar ja, die vielen niet, maar we maken toch de 1-0. En je gaat wel met een winst eigenlijk de eerste helft uit. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja, want de eerste helft hadden jullie af en toe een beetje moeite met het fysieke spel van Lisse, leek het wel. Ja, ik denk niet dat het is. Het is meer onze eerste wedstrijd die we hebben gespeeld. En ik denk dat meer even wennen was dan het fysieke kracht van FC Lisse. Hoe was deze dag? Want vanochtend hebben jullie voor het eerst in de Kuip getraind, de eerste open training. Ik denk dat het een chaos was vandaag. Ja, natuurlijk. Fantastisch. Al die mensen die komen kijken bij de eerste open training van het seizoen. En ik denk dat er geen andere club zoveel fans heeft die ook bij de training komen kijken. Dus ik denk dat voor de club goed is en voor de mensen goed is. Dus dat is fantastisch allemaal. Gaan we je dit jaar vaker zien in Feyenoord 1? Ik ga mijn best doen en dan ligt het aan de trainer of hij me opstelt of niet. En, of laat invallen. Maar ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk minuten te kunnen maken als ik ze krijg. Dankjewel. Alsjeblieft.